ben Gert Staal en ik ben fotoverzamelaar van Putten en Armelo. Wat verzamelt u precies voor foto's? De meest oude portretfoto's van Putten en Armelo. Ook boerderijen en schoolfoto's en dorpsgezichten. Alles wat met Putten en Armelo te maken heeft, dat verzamel ik. Ik heb ook wel de bijnaam Gert Foto, zo kennen ze hem ook wel. De Lustre Goeknor. En hoe bent u ooit begonnen met foto's verzamelen? Waar komt dat vandaan? Er woonde vroeger een oude tante bij ons in, Minemeu. Netjes gezegd is de tante Mina, maar jullie zeiden Minemeu. En die woonde bij ons in en dus had ik als kind zijn altijd al een beetje in die oude deus van die foto's te kieken. En dan vroeg ik wie dat waren en dan vertelden ze dat en dat boeide me altijd. En zo is het een beetje begonnen en dan gooi je naar de grootouders toe. En die hebben ook oude foto's en ook de verhalen eromheen. En zo is het een beetje ontstaan. En hoeveel foto's heeft u momenteel? Ja, zo'n 35.000 hectare wel. Dus, en er komen er steeds weer bij. Mensen die weer oude foto's vinden en die zeggen, ja, wat moeten we ermee? Dan zeggen ze, nou geef me dan Gert Staal. Dus dan komen ze hier de foto's brengen. Nou, ik ben er altijd weer hartstikke blij mee. En komen veel mensen kijken naar uw foto's als interesse? Ja. Maar over de posten hoop ik weer exposities te gaan geven. Ik ben bezig met mijn huis. Als dat kloor is, dan hoop ik weer volop te gaan exposeren. Dan kunnen mensen weer komen kijken. Wat vinden vrienden en familie van uw foto-obsessie? ja, die vinden het wel leuk. Ze zeggen, het is wel een beetje een bijzondere hobby, hè, want het heeft wat niemand. Nou, ze vinden het wel grappig. Past wel een beetje bij me. Dit is de oudste originele foto die ik heb. Dit is mijn bedovergrootvader. Dit is Jan van der Pol. Dus de opa van mijn opa Staal. De foto is rond 1860 gemaakt bij een jachtpartij in Amsterdam, waar hij uitgenodigd was. Ze zijn ook bij hem terug geweest op de boerderij. En toen ze 's morgens wakker werden, toen vroegen ze aan Jan van der Pol of ze de Friese staartklok als schietschijf mochten gebruiken. Want ze konden niet slapen vanwege de Friese staartklok in de bedstee. Maar die man die woonde op boerderij Groenewoud. Hij had 2 zoons en 4 dochters. En een zoon Harme is op de boerderij gebleven, Harme van der Pol. En hij is tot voor kort nog heel lang in de familie gebleven.